zesde prijs, prijs van de stad Brussel. Liebrecht Vanbeckevoort. Op gebied van bekendheid was 2007 natuurlijk een topjaar. De Elisabeth-wedstrijd waar je laureaat van wordt. Ik ben ook getrouwd dat jaar. Dat is natuurlijk niet voor zo'n groot publiek, maar toch ook weer het feit dat je in de picture staat op een toch wel bijzondere manier. Ik werd nadien uitgenodigd in het Sportpaleis op de Night of the Proms. 12 concerten, 15.000 man. Heeft er eigenlijk voor gezorgd dat 2007 een jaar was van gebeurtenissen die vrij uniek zijn. Het is altijd zo bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er zijn altijd een paar Belgen die meedoen. En meestal vallen die dan onderweg wel af. En als er een Belg de finale bereikt, dan is dat hoogst uitzonderlijk. En er deden dat jaar wel wat Vlamingen mee aan de halve finale ook. En we supporterden natuurlijk allemaal, maar hier op de VRT waren ze er eigenlijk van overtuigd dat niemand de finale zou halen. Alhoewel, er was toch een ploeg en we zijn dan toch gaan filmen. En sowieso is de Elisabeth-wedstrijd een enorm moeilijke wedstrijd. Dat is een wedstrijd waar de kandidaten in zeer veel beslagen moeten zijn. En ik denk, wie je daar haalt, heeft eigenlijk bewezen voor de buitenwereld, maar ook voor concertorganisatoren, dat dat door de wol geverfde muzikanten zijn. De Elisabeth-wedstrijd hier in Brussel die kiest eerst en vooral muzici, pianisten, zangers, violisten, die hun eigen instrument niet als doel zien, maar als een middel om muziek door te geven. Ik had de halve finale van Liebrecht gehoord en hij had geweldig gespeeld. Dus ik hoopte natuurlijk, en ik ging er eigenlijk een beetje van uit, dat hij naar de finale zou gaan. Toen waren we allemaal verzameld in de zaal van het Conservatorium van Brussel voor de proclamatie van die halve finale. Dus we gingen te weten komen wie er naar de finale zou gaan. En finally, Liebrecht Vanbeckevoort. En dat was een magisch moment. Toen zijn naam afgeroepen werd en eigenlijk die hele zaal euforisch werd omdat er een Belg in de finale zat. En het moet fantastisch geweest zijn voor hem, maar het was het ook voor mij als vriend, maar ook als reporter, om te voelen dat ineens een heel land achter Liebrecht Vanbeckevoort stond. En dan ging het nog maar over naar de finale gaan. Wisten wij veel wat er achteraf nog zou komen. Liebrecht Vanbeckevoort. Ik zie hem nog zo het podium opkomen. Ik dacht, hoe moeten de zenuwen nu gieren door zijn lijf? Maar er was niks van te zien. En hij zei achteraf ook zelf dat hij eigenlijk heel rustig was. Dat hij zenuwachtig geweest was op voorhand, maar eens hij dat podium opkwam en kon groeten en de goodwill van het publiek voelde, dat hij gewoon zin had om goed te spelen. En hij heeft een ongelooflijk briljant concert gespeeld. Het belangrijkste is na de wedstrijd de eerste concerten die men heeft. En overal waar men de eerste keer komt, zou men moeten kunnen toekomen dat men teruggevraagd wordt. En zo begint de carrière. De carrière begint niet op het moment van de wedstrijd, maar vlak erna. In die zin is het natuurlijk belangrijk voor Liebrecht dat hij laureaat is van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Het is nog altijd een van de belangrijkste muziekwedstrijden ter wereld. Die opent deuren overal. Je hebt een visitekaartje. Een concertorganisator moet eigenlijk zich niet meer afvragen of je kunt spelen, moet niet komen luisteren. Hij weet, het is kwaliteit als ik jou boek. Ik denk dat Liebrecht heel
verstandig is geweest, zeer veel concerten heeft gedaan, interessante samenwerkingsverbanden heeft opgezet, ook goede cd's heeft afgeleverd en er heeft voor gezorgd dat hij toch jaar na jaar telkens weer opnieuw in de kijker kwam. We zagen al vrij jong aan onze zoon dat hij gelukkig was als hij op piano speelde. Je kon dat aan heel zijn lichaamstaal, zijn gelaatsuitdrukking zien, dat hij wat diep in zijn binnenste opkwam, dat hij dat kon uitdrukken. Achteraf gezien heb ik vrij makkelijk op mijn 17, 18 jaar beslist van ik ga mijn hart volgen en ik ga muziek doen. Dat is iets wat mijn ouders ook altijd gesteund hebben. De rol van mijn vrouw Charlotte is eigenlijk niet onderschatten. Het is een wereld die bijzonder veeleisend is, die bijzonder onregelmatig is. En dat zorgt ervoor dat er heel veel flexibiliteit wordt verwacht aan het thuisfront. En het is heel belangrijk om als koppel eigenlijk samen die passie te kunnen beleven. De manier waarop dat zij daarmee omgaat, bereid is om offers te brengen, maar ook gewoon bereid is om heel veel van die dingen samen met mij te beleven en me daarin verder te stimuleren, dat is gewoon heel waardevol. Want je hebt dat als artiest nodig. Mensen die van dichtbij het beste met je voor hebben, dat zijn dingen die je gewoon nodig hebt om te groeien. Charlotte is ook de eerste critica van Liebrecht. En uiteraard, dat is positieve, opbouwende kritiek, maar zeer kostbaar voor een kunstenaar, die op die manier van iemand die zelf muzikaal is, want ze is violiste, ook de nodige feedback krijgt en blijvend kan leren van zijn optredens. Wat eigenlijk een van de grootste uitdagingen is voor mij persoonlijk, dag van vandaag, na nu 4, 5 jaar professioneel bezig te zijn, dat is om een goed evenwicht te vinden tussen mijn beroepsleven en mijn gezinsleven of familieleven. Er is dus de uitdaging artistieke projecten ook kunnen uitvoeren, omdat men de kans krijgt. Er is de uitdaging gezinsleven. Er is de uitdaging repertoire kunnen studeren. Ik heb me vaak afgevraagd toen hij zei van ik moet repertoire opbouwen. Toen dacht ik, man, wanneer ga je dat allemaal doen als je een intens concertleven hebt? Dat zorgt er eigenlijk voor dat er een heel goed time management nodig is om het allemaal te behappen. Ik kan ook maar top presteren als ik ook in topconditie ben. Zodanig dat eigenlijk het evenwicht in de persoonlijkheid van Liebrecht Vanbeckevoort ten allen tijde bewaard blijft. Als ik Liebrecht als muzikant moet omschrijven, dan zie ik iemand die heel integer en plichtsbewust met muziek omgaat. Ik ervaar Liebrecht op een podium als iemand die heel geconcentreerd is, die ontzettend gefocust kan zijn. Ik zie eigenlijk een ontspannen pianist op een podium die openbloeit als hem voor een volle zaal mag spelen. Ik kan muziek maken in de stilte en dat is heel weinig mensen gegeven. Hij hoeft niet te roepen, hij hoeft niet een oze te doen om bij wijze van spreken een hele wereld te kunnen vertellen, om mensen te kunnen meepakken in zijn verhaal. En dat is wat dat grote muzikanten doen. Puur pianistiek, voel je, die kent zijn zaak. Je kunt daar op twee oren slapen. Maar ook naar de muziek toe is hij eigenlijk iemand die de partituur echt dient en die daar ook ziet als een zeer authentiek iemand die zichzelf niet verkoopt, maar die eigenlijk zeer rechtlijnig en consistent blijft. En eigenlijk ben ik nog steeds verbaasd als ik zie met welke snelheid hij nieuwe partituren ontcijfert, doorworstelt, doorgrondt. Met welk gemak hij nieuwe partituren totaal kan assimileren. Mij viel onmiddellijk ook al op vanaf het begin, vanaf de eerste kandidatuur, vanaf de eerste bachelor, dat hij een zeer harde werker was en heel veel literatuur aankon. En ook een zin voor perfectionisme had die ook opnieuw voor die leeftijd niet vanzelfsprekend is. Ook heel schoon
dat iemand ja, die toch al een zeker statuut bereikt heeft, absoluut geen capsones heeft. Ik kan zichzelf goed plaatsen, vind ik. En dat is van een ontzettbaar belang. Niet alleen voor muzikanten, maar voor iedereen. Het is opvallend ook met wat een ijver en toewijding hij zich ook aan zijn carrière wijdt. Hij zit toch maar na elk concert cd's te signeren. Hij heeft er eigenlijk bewust voor gekozen om te investeren in contact met zijn publiek, want hij vindt dat heel belangrijk. Allee, veel muzikanten zeggen op dat moment, oh, het is er mij te veel aan, ik heb hier gezwoegd, ik heb hier mee gefocust en een zware prestatie gedaan. Maar hij zit daar toch maar aan een tafeltje met Charlotte aan zijn zijde en altijd even vriendelijk voor de mensen. Ik vind het ook hartveroverend hoe dat hij over zijn twee vrouwen spreekt. Zijn Charlotte en dan zijn kleine dochter, die hij echt op handen draagt. Krak. Ik hecht er heel veel belang aan dat onze dochter de muziek van thuis uit meekrijgt. Of ik het belangrijk vind dat ze muziek verder doet of meer concreet in de voetsporen treedt van haar papa, dat vind ik minder van belang. Ik vind het verrijkend voor een mens om met muziek bezig te zijn en muziek te horen, ze te begrijpen. Maar ze moet doen wat ze graag doet in het leven. Het leven zal zijn tegenslagen hebben, maar ik heb het gevoel dat hij daar altijd wel mee zal om kunnen. Ik denk dat Liebrecht op dit moment heel erg goed aan het timmeren is aan zijn eigen carrière. En, ook internationaal, hij wordt regelmatig gevraagd in het buitenland en mag daar toch terugkomen. Dus dat is een heel goed teken. Maar ik zie Liebrecht ook al wel als iemand die aan pianisten die aan het begin staan van hun carrière, die eigenlijk zeer veel zou kunnen meegeven. En Liebrecht is iemand die toch heel beredeneerd is, heel veel weet ook, dat ook heel genuanceerd kan uitdrukken. Ik zit niet te denken van waar zie ik mij binnen 5 jaar. Dat is zo'n gewoonte geworden om er niet over na te denken. Ja, dat is een leven van pluk de dag bijna.